McDonald's. McMuk. Hoi lieve mensen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ben ik met mijn girl band. Yes. Hi. Met de girl band, zal ik het zo zeggen. Girl band. Met... stop met feet. Oké, vandaag gaan we een muk, vandaag hebben we een McDonald's. McDonald's mukbang voor jullie. En ja, ik denk dat jullie wel weten wat een mukbang is. We gaan eten en praten tegelijkertijd. Ja. Dus, nou, niet te, ja, jullie zien. Oké, we hebben dus heerlijke McDonald's voor ons. En ik heb echt heel zin, ik heb echt honger. Dus laten we even kijken wat er... Ik weet eigenlijk niet meer wat... Oh, zal ik even kijken wat ik heb hoor? Oh, dit zijn alle sausjes. Oh, hier, hier zit friet in. Oh, dit is gewoon één iemand bestelling. Dit is friet met een burger. Oh, dat is van mij. Nou. Hier zijn twee frietjes met deze is van jou. Nuggets. Ik dacht al, dit is één zak met één friet. Wie had kipnuggets? Ik ook. Ik denk deze twee mensen hadden kipnuggets. Oh, we hadden één kipnuggets voor ons samen. Met z'n allen. Dat heb ik hier. En dit is voor jou en dan eentje voor ons samen. Ja, dit zijn ze weg. Deze? Deze is van ons samen, jongens. Oké. Wie had er nog meer? Er zijn nog frietjes. Oh, die zijn ook nog van mij. En ik heb al. Ik zit er allemaal los in. Dat is van mij. Dat is echt lekker hoor. Maar waar is mijn hamburger? Wat? Wat is dit dan? Je had een chili chicken. Heb jij geen hamburger? Mijn hamburger. Oh, wat zielig. Wat is dit? Wacht, hebben je ouders? Misschien hebben hun het meegenomen. Wat erg. Nou. Straks is het gewoon vergeten. Oh, nou. Je vindt het echt koud dan. Wow, dit is echt koud. Maar wel lekker. Hij is koud gewoon. Oké. Wat vinden jullie van de Omi? Ja, irritant. Jongens, ze zijn eigenlijk alleen voor de McDonald's. Ja. Thanks, meiden. Oh, stil zielig. Ik heb precies dat lijstje opgelezen. Ik denk naar een banaan. Eeuw, banaan. Hé, ik zie ons. Oh, hoi. Daar ben ik. Oh, daar. Oké. Nou, we hebben ook wat vragen, of we hebben gevraagd of jullie wat vragen hadden. Dus dat gaan we ook even een beetje beantwoorden. Dit is echt de twee lievelingsdingen van mij. Eten en praten. Ja. Goeie combi. Ik dacht dat jouw lievelingsdingen eten en dan ga ik je meteen bij. Oh, sorry. Hey. Mag ze dat gewoon? Oh, wat schattig. Oké, we gaan even een vraagje erbij pakken. Oh, ik wil ook een snap maken. Is ze nog bezig met een snap hoor? Ik ook. Wie eet het meest van onze groep? Oh, sowieso ik. Maar ik weet het nog niet zo goed. We hebben nog niet zo vaak samen gegeten. Nee. Sorry, dat klonk echt heel dom. Ja, dit is toch zo? Maar dit is toch bij de allemaal. Keer? Bij allemaal. We houden allemaal van. We hebben echt nog nooit met elkaar gegeten. Nee. We stonden voor de McDonald's, maar toen konden we er niet in. Ja, we wilden vorige week of zo. We wilden al naar de Mac en toen kwamen we daar aan en toen was het dicht. Kon je alleen door de Mac draaien, maar het was zo druk. En dan moesten we op de parkeerplaats gaan eten, dat is ook weer zo zielig. Ze zijn toch een vrouw zo, er komt politie. Ja. Maar dat heb ik niet gehoord. En toen liep jij, toen kwam een vrouw naar ons toe. Er is een politie in de Mac draait, die komt zo meteen aan. Ja. En wij twee hebben het gezien. Nou, zoek je maar weg. Ja, ik had het gezien. Ja, ik ook. Echt? Oh. Ja. Ik dacht eerst nog, misschien maak ik vrouw een grapje of zo. Nee. Nou. Ze wilden gewoon weg hebben. We eten allemaal. Ja. Kijk hiernaar. We houden alle gewoon van eten. Ja. Sorteer leeftijd op. Mout is de oudste. 3 dagen ouder dan Damon, dus het scheelt echt bijna niet. Dan Damon, dan Jada en dan ik. Ja. Dan ik. Maar je merkt het echt niet. Nee. Het zijn eigenlijk, ja. Ik bedoel, ik ben gewoon eigenlijk ouder, dat zou je niet meer gewoon. Maar volgens mij, jij voelt je ook niet de jongste of zo. Nee. Ik voel me ook echt niet de oudste. Nee. Kan ananas op pizza, jongens? Ja. Pizza Hawaii is mijn lievelingspizza. Mijn ook. Ja. Nee. Pizza Hawaii. Niet zo mijn lievelings, maar is wel lekker. Sorry. Zei jij nou? Ze zei...
Pizza Hawaii is echt mijn lievelings. En zei Jada, ja, mijn ook. Pizza Hawaii. Zo van alsof we dat nog niet wisten. Pizza Hawaii. Pizza Hawaii. Stel jezelf anders even voor, dat hebben we nog niet gedaan. Ik ben Henk. Ik kan nooit serieus. Nee, maar vertel, we beginnen bij Jada. Ik heb mijn mond vol. Van rechts naar links. Hoi, ik ben Jada. En ik ben 13 jaar en ja, ik zit bij Naomi in het groepje. En bij Maud en bij Demi. Ja? Nee. Daar is deze hele video voor. Oké, next. Of ben ik? Nee, ik hoef mezelf niet meer. Nee, jij bent. Ik ben Naomi. Ik ben 13 jaar. Kan dat nou? Ja. Maud. Ik ben Maud. Weet jij? Maud, weet jij? Ik ben Maud, ik ben 14 jaar. En je houdt van McDonald's. En ik ben Demi. Ik ben 14 jaar. En ik hou van. Nee. Ik kan er echt niet in. Nee. Nee. En ik hou van. Ja, waar hou ik van? Ja, ik echt niet van zingen. Mijn eten is gewoon al bijna op. Ja, ook van zingen. Zingen. Huh? Niet eens op mijn nerven zo bijna. Huh? Ik kan echt niet zo snel eten hoor. Ik voel me echt langzaam. Maar ik ook. Ik voel me veel te snel. Ik kan echt niet. Jij eet het snelst. Ja. Zijn we achtergekomen. Ja. Oh ja, wanneer zijn wij jarig? 11 december. 28 april. 12 april. 15 april. Ha! Nee, de ene van de ander. Dat is wel schielig. Ja, ik wist dat we allemaal uit april kwamen. Nee. Ik wist het wel. Wist je dat jij uit april kwam? 15, 12, 28. En jij in december. Oh, 12. 11. Dit anders was je net zo, snap je dan connector nog iets? Maar ja, jij valt er helemaal buiten. Nee, grapje. Ja, dit is een nagel. Dat was echt schattig. Het is wel goed dat ik niet zo'n ding hier heb, maar dan had ik echt allemaal gesmakt. Ja, ik wil allemaal ASMR. Ja. Ik hoor ook allemaal ASMR naast me. Klaswij zitten. Ik ga zo komen zeggen laat je. Eerste. Tweede. Tweede. Ik voel me echt heel ik ben gewoon. Ik ben gewoon echt te laat uitgepoept gewoon. Jij ja, zit er ook in het eerste. Ja. Dan zijn we allebei te laat uit. Ja, of het te vroeg. Ja, ja, dat. Ja. Dat. Oh ja? Oké, we gaan wijzen. Ogen dicht en wijzen. Ogen dicht. Wie is de gekste van onze groep? Drie. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet, ik weet het niet. Wat? Hoe zou ik? Ik denk Maud. Nee. Ik dacht Naomi. Maud is niet gewoon. Sowieso. Maud is niet gek, Maud is gewoon apart. Gewoon heel bijzonder. Dat bedoel ik niet positief. Hallo. Nee, wat daarom met haar hoofd hier. Ah, ik hoop alleen van mijn vriend. Kenden wij elkaar al voor het Junior Songfestival? Ik ken alleen Demi. Ik ken alleen Jada en Maud. Ja, ja, maar dat komt dat wij hebben auditie gedaan voor Kind of Kinderen. Toen was ik niet door, jij wel door, maar ik had toen nog een bril. Dus ik zo dat ik daar eerst auditie dat Demi zei, ken je mij nog van de Kind of Kinderen? Ik zei, ja, nee. Maar wij zaten naast bril elkaar, hè? Wij stonden naast elkaar. Ja. Wij deden alles samen, nog met één meisje met z'n vrienden. Zeg maar, ja. Maar dat wist ik niet meer. Ik kon jou niet jou kennen, ik alleen Maud. Maar we hebben nooit gepraat. Nee, maar ik vond jou stom. Ik dacht die Naomi. Nee, maar. Nee, ik kende jou wel, ja. En daarna ook nog bij Super Kids. Oh ja. Nee, ik kende Naomi een mooie schommel. Demi. Toen dacht ik, wil ook niet schommel zitten. Ja, ik kende Demi alleen van High Alarm. Ik hoor het. Ik van, we zijn amazing. Party. Opnemen. Beschrijf elkaar in één woord. Naomi, gek. Vreemdelingen. Oh, dat het gestormen zou en we moeten in een tent slapen, jongens. Oh my god. Oh, het is wel serieus wel leuk. Echt leuk. Als ik Demi moet beschrijven in één woord, zeg ik aan. Oh, hier komt het hoor. Hulpzaam. Net ook met die tent. Zij was helemaal heel druk bezig met alles. Nee, maar wij zaten echt niks te doen. Dat was echt schattig. Maud, gezellig. Maar dat vind ik allemaal. Maar als ik echt
En Jada, Nick. Ik ben echt van nee. Je bent veel te gemeen. Beschrijf mijn neemwoord van nee. Sorry. En neem in twee woorden, niet grappig. Grapje. Jij bent niet grappig met je grappig. Jada zou ik als... Hey Peet, lus jij mijn chili chicken? Oh nee, wat is dit? Chili chicken. Nee, het is een Mac chicken. Mac chicken. Zo zou kom eens komen. Ik zeg een beta. En Jada... Het zijn zoveel dingen. Ik kan niet kiezen. Hoe is dat? Het is echt, het gaat echt regenen zo meteen. Dancer. Ja, maar jij hebt talent. Pro dansen. Ik wil het ook kunnen. Echt. Ja, binnen 1 minuut gewoon heb je gewoon een dans. Ik heb echt het idee dat het binnen nu 5 minuten ver gaat regenen. Wat doe je? Er zit allemaal rode saus op je mond. Pak het klaar. Ja. Hey! Waarom heb je regenen? Oh no. Deze opvouwen, want anders dan draait hij dadelijk weg. Dus... Lekker iedereen. Oké, we gaan door eten. Ja, next. Waar shoppen jullie het meest? Ik dan? Bij de Steen. Ik nu sinds corona online bij de Hollister. Maar eigenlijk daarvoor shopte ik ook bij de Steen. Ja. Ik heb niet één bepaald. Nee, ik ook eigenlijk niet. Nou, ja, ik vind Sting wel leuk. Ga eens weg, hond. Ik heb er nog nooit van gehoord. Wat? Echt niet, Sting? Moet er eens gaan kijken. Het is echt leuk. Welk advies hebben jullie op school? Of voor school? Er staat welk advies hebben jullie school? Op school, we zeggen gewoon welk niveau we doen. Ik heb een MAVO. Ik VWO gymnasium. Ik tweetalig VWO. Ik VWO. Kom het zo met een twee dalen. Jij bent een gymnasium. Niet uit de lift stappen. Ja, ze snapt zo gewoon niet meer uit de lift. Zij denkt, een twee! Ik heb gewoon mijn kinderen. Ja, maar jij houdt hem ook gewoon echt zo. Hier, we gaan even naar binnen verplaatsen. Want deze is wat... voor mij. Deze is van mij. Dat is deze van mij. Het is zo wat aan het stormen buiten bijna. Dus we gaan even verder met de vraagjes. Oh, ik moet het wel even refreshen, want misschien zijn er nieuwe. Ja. Wat willen wij nog in ons leven doen? Oftewel, wat staat er nog op onze bucketlist? Een mukbang moet opnemen met deze Kirby. Ja. Met de McDonald's. Echt? Dat zijn we toch aan het doen? Ja. Daarom heb ik wel, dat was echt mijn droom. Oh ja, mij ook. Ja. Serieus, ik wil een rondreis maken over de wereld. Oh ja, ik ook. Ik wil met de Kirby naar Polen. Ik ook. Oh ja, dat wil ik ook. Ik nog liever. Ja. En ik wil nog iets, maar dat ga ik lekker niet zeggen. Verkeering. Nee! Ik nam eens even appen. Is daar geen Tinder of zo? Kan dat niet? Hi. Dank je. Komen jullie goed overheen? Nee. Overheen? We zijn verschillend, maar... We zijn verbonden. Dat kan er niet in, hè? Wat was jullie eerste indruk van elkaar? Ik weet niet zo, want op de eerste auditiedag zat ik alleen in de groep met jullie en niet met Naomi. Nee. Maar jullie eerste indruk, ik had Naomi bij de voice al gezien, dus ik weet niet. Mijn eerste indruk, dat weet ik nooit. Nee, ik weet het eigenlijk ook niet eens. En van Maud, mijn eerste indruk. Stel niet scherp. Oh, Jada mag hem helaas niet. Je kan alweer stoppen. Ik mag even snel de achtergrond filmen. Is mijn telefoon hier? Nee, ik heb geen idee. Waarom kan je het niet zien? Het is een live achtergrond. Ik moet ook
Dat is eigenlijk dit is mijn achtergrond, maar dat kan niet. Ja, ik heb deze met Elena. Voor de spiegel. Met één, zei ik. Je ziet het niet. Oh jawel. Ik weet niet. Nou, dit is mijn. Nou, nee. Oh, jongens. Ik heb het niet op. Die werkt niet bij mij. Ben jij geboortedatum. En dat is? Als jullie hadden opgelegd. 28. Jij hebt 29 gedaan. 28. En het is 04. En ze is in 2006 geboren. Echt? Nee, 2005. 2007. 2005. Oh, we weten het omhoog. Oh my god, jouw hond is zo pluizig. Ik wil even. iPhone is geblokkeerd! 28.04.07. Ja, dat is goed. Maar hij deed het niet. Heb je het veranderd? Nee. Hoop ik niet voor. Zo dat ik die terug. Nee, maar ik heb het echt meerdere keren gedaan. Ja, ik denk dat ze het eruit komt. Wat vind je ervan, Peter? We moeten nu allemaal in één keer zo neervallen en dan kijken wat ze gaat doen. Oké, we kunnen het filmen. Oké. Dus gewoon even kletsen. Ze geeft echt geen moeite. Ze geeft echt geen moeite. Haar aankijken en heel stil zijn. Totdat ze iets gaat doen. Oké, nu stil zijn en haar aankijken. 3, 2, 1. Ze denkt echt een boel met heel. Nee, stil zijn. Zwemmen? Ja. Ik vind het best. Kijk, wonen jullie dicht bij elkaar? Nee. Alles behalve fijn. Hengelo? Nee, Delden? Ja. Rotterdam? Nee. Wil jij niet? Nee. Ja! In nee. Rotterdam, we zijn in Rotterdam. Je bent alleen Delden. Nee. Waar woon jij dan? Barendrecht. Waar woon je dan? Maar waar ligt Barendrecht? Barendrecht? In welke plek? In Barendrecht. Oh, is Barendrecht. Barendrecht, Delden, Alksmeer. Nee. Aalsmeer. Aalsmeer. Ligt onder Amsterdam. Heeft mij Dinter. Ja, dat is echt heel zielig. Ik woon echt op het platteland. Thank you. Even kijken. Next. Weather for 1, 2, 4, 2, 6, 6, 3, 7, 2, 8, 2, 6, 8, 3, 6, 3, 7, 4, 7, 4, 4, 6, 4, 8. Koekjes dat je niet reageert. Kom maar door. Ik stuur mijn adres even naar het. Stuur je een tikkie. Hoe lang kennen wij elkaar al? Hoe kan je koekjes betalen met een tikkie, Jada? Hoe lang kennen we? Kan toch? Dan stuur je koekjes op. We kennen elkaar. Zal ik kijken wanneer de eerste auditiedag was? Ja, maar kennen jullie het gewoon? Dat was 1 februari. Maar toen hebben we jou niet gezien, toch? Of wel? Jawel. Oh, je zei als middaggroep, toch? Ja, ik was een beetje laat. Zo'n beetje van Maan en Davina Michel. Ja. Ik was voor jou iedereen. Ik was ook Maan. Ik ook. Ik niet. Maar dus de tekst niet. Zo kan het dus zo. Ik ook niet. Dat is net het liedje die ik niet ken. Ja, precies. Ik ken alle nummers behalve dat liedje. Loser. Zo? Dus, jongen. Dit door jou. Dit was alweer. Daar is alweer een media. Ik vond het super leuk dat je hebt gekeken. Nou, dit was alweer de. Waarom doe wij zo? Dit was alweer de video, jongens. We hopen dat jullie het leuk vonden en een beetje hebben kunnen lachen. En ik vond het op zich wel leuk. Op zich? Op zich? Ja. Wel leuk. Ja. Ik vond het een eer om ook op de bank te zitten. We zijn achter een paar dingen achtergekomen. Maud, die gewoon echt binnen 5 minuten haar hele menu al weet. Demi, die heel slecht kan liegen. En Jada en ik, die gewoon een keer normaal doen. Oké, zet even in de reacties wie jullie dachten. Die het was toen we de hele tijd kwam. Nee, dat weet niemand. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En een duimpje omlaag als je het niet leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe dan ook een blauw duimpje omhoog. En abonneer als je het Abonneer op mijn kanaal als jullie deze video leuk vonden. En dan zie ik jullie tot de volgende keer weer.